Goedendag, beste kijker. Het Afrikaanse land Tjaad behoort tot die landen van Afrika die ervoor bekend staan dat de mensen daar massaal ziek worden door meningitis, hersenvliesontsteking. De belangrijkste reden voor het opduiken van deze ziekte, waar steeds weer velen het slachtoffer van zijn, is vooral de gebrekkige hygiënische omstandigheden. Er zijn amper bronnen voor de dagelijkse watervoorziening. Nu heeft rondom het dorp Goro in het noorden van Tjaad een vaccinatiecatastrofe plaatsgevonden. Daarbij hebben minstens 50 kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar verlammingen opgelopen naar aanleiding van het vaccin MenAfriVac. Dit werd speciaal voor Afrika ontwikkeld. Het vaccin tegen meningitis bevond zich in een testfase en was nog niet officieel goedgekeurd en toegelaten. De kinderen werden gedwongen gevaccineerd met de bedreiging van schooluitsluiting en arrestatie bij weigering. De hoofduitgang van de school werd daarvoor zelfs gesloten. Al 24 uur na de vaccinatie traden zware bijwerkingen op bij de kinderen: hoofdpijn, hallucinaties, overgeven, niet te controleren krampen waarbij de kinderen zich wentelden en er speeksel uit hun mond liep. Dan ontwikkelden de verlammingen zich. De vader van twee verlamde kinderen werd hierover openlijk boos. De ouders van deze kinderen werden door regeringsvertegenwoordigers geld aangeboden, opdat ze over deze gebeurtenis zouden zwijgen. Waarom echter investeren grote organisaties zoals de WHO en de Bill en Melinda Gates Foundation onder andere $571 miljoen in een dermate omstreden vaccinatieproject? Zou dit geld niet zinvoller ingezet zijn voor de bouw van bronnen met zuiver drinkwater? Het is allang bewezen dat een betere hygiëne de algemene teruggang van infectieziekten bewerkstelligt. Het Internationale Comité van het Rode Kruis schat niet eens $3000 per bron. Met $571 miljoen zouden meer dan 19.000 bronnen geboord kunnen worden voor de bevolking in Tjaad. Hartelijk bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.